Kunnen dieren ook verliefd worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Verliefd, verliefd. Oh, wat een rare toestand. Nou, iedereen weet er wel wat van natuurlijk. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Maar als je het van een afstand bekijkt, wat een rare dingen doen we eigenlijk. Raar gedrag en dat soort dingen. En ja, stel je nou even voor, wat raar is het eigenlijk als je je veilige huis en haard eigenlijk verlaat, je familie, voor een wild vreemde waar je een totaal innige relatie mee aangaat. Dat is eigenlijk heel bizar. En wat een rare dingen doen we. Gedrag wat we vertonen soms. Natuurlijk wil je heel vaak bij elkaar zijn. Maar kijk nou eens naar bijvoorbeeld een tongzoen of wat dan ook. Dat is nou echt heel typisch gedrag wat bij verliefdheid hoort, die tongzoen. Ja, echt contextgebonden. Ik denk dat geen van u allen het heel erg prettig zal vinden. Namelijk als je net bij de supermarkt bent geweest en je hebt een pak melk bij je. En je gaat hem afrekenen dat je een tongzoen krijgt van de cashier. Toch? Nou ja, ik zie een aantal heren zie ik even knikken. Dat u denkt van, mooi. Maar goed, gemiddeld genomen denk ik dat het nou niet echt de meest prettige ervaring is op dat moment. Ik ben gedragsbioloog. Ik kijk naar gedrag van dieren en ik probeer het ook te interpreteren. Ik wil ook gedrag vergelijken over de soorten heen. En ik heb ook gezocht natuurlijk naar plaatjes voor dieren die ongeveer soortgelijk gedrag vertonen. En laten we nou heel dicht bij huis de duiven zien die eigenlijk ook een soort tongzoen geven aan elkaar vlak voor de paringsrituelen. Of in ieder geval, dit is een onderdeel natuurlijk van de paringsrituelen. En wij mensen willen ook heel graag dat dieren ongeveer die verliefdheid op dezelfde manier inleven en invoelen zoals wij dat voelen. En we hebben daar zelfs ook films van gemaakt, zoals Lady en de Vagebond natuurlijk, tekenfilms met prachtige romantische taferelen, waar we hier aan dezelfde spaghetti zitten te eten. Nou, deze die moeten toch wel verliefd zijn, of niet? Ik wil eigenlijk wel eventjes aan u vragen, zoals we nu in deze setting zitten, wilt u even de hand opsteken als u ervan overtuigd bent dat dieren ook verliefd kunnen worden? Niet heel veel. Ik stel hem ook even andersom, vind ik ook heel interessant. Wie is ervan overtuigd dat dieren niet verliefd kunnen worden? Ja, de resterende mensen die denken van, ja, daarom zit ik hier nou eigenlijk natuurlijk, om hier antwoord op te krijgen. Nou, dat gaan we natuurlijk dan ook doen. Eerst eventjes, wat is verliefdheid? Nou, om te beginnen, het is geen emotie, het is een toestand. En een toestand waar wel heel veel type emoties ja, doorheen vloeien. Dus je kan van allerlei emoties in die toestand ervaren. Soms ben je zelfs een beetje boos, soms heb je ook nog wel gevoelens van walging, angst, blijdschap, bedroefdheid en verrassing. Hey, nou heb ik ook gelijk de 6 humane basisemoties opgenoemd van Paul Ekman, jarenlang geleden al beschreven. Maar de grote vraag is natuurlijk van kunnen dieren dat nou ook ervaren? Nou, en met emoties moet je altijd wel een beetje voorzichtig zijn natuurlijk. Niet omdat wij als wetenschapper niet geloven dat dieren emoties hebben, want onderhand zijn we wel zover dat we zeker wel weten dat dieren emoties hebben, maar of ze het op dezelfde manier beleven altijd, dat is natuurlijk toch wel ja, heel moeilijk om soms te bewijzen. Dus je moet iets voorzichtiger zijn, zeker met verliefdheid, omdat het een complex aan emoties is, moeten we helemaal voorzichtig zijn met de interpretatie. We kunnen naar verliefdheid kijken ook in zijn verschillende onderdelen. En dan zien we in zo'n verliefdheid, zien we lust, we zien partnerselectie natuurlijk, want dat is het begin van alles. En we zien sociale banden, hechting, een sociale band in de eerste fase, maar ook sociale banden op lange termijn onderhouden. En daar ga ik eigenlijk mee beginnen, met die sociale banden, want hebben dieren sociale banden? Nou, en daar is verschrikkelijk veel onderzoek naar gedaan. Ja, dieren kunnen net zo goed als mensen sociale banden aangaan. En een van de meest bekende sociale banden is natuurlijk de moeder-kindrelatie. Die ja, eigenlijk best wel heel vaak in dierentuinen, maar gewoon ook plat op straat in het park kan zien. En bij die moeder-kindrelatie, maar ook bij andere sociale banden die dieren kunnen vormen, zien we eigenlijk precies dezelfde stoffen vrijkomen, tot stand komen, de oxytocine,
zoals bij dieren. De oxytocine heeft u natuurlijk vast wel eens een keertje wat van gehoord, want er wordt verschrikkelijk veel onderzoek op dit moment gedaan naar oxytocine en naar vasopressine, wat ook een belangrijke stof is, met name bij de mannen. Nou, dus bij dieren is dat eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Vandaag gaan we nog naar een meer bijzondere relatie wellicht kijken, namelijk de man-vrouw relatie. In de natuur uitermate belangrijk natuurlijk voor de nakomelingen. En die man-vrouw relatie, die bekijken en bestuderen wij ook bij de dieren. En ik heb een filmpje meegenomen van albatrossen. Albatrossen die zwerven maandenlang over de wijde zeeën, oceanen, en komen elkaar één keer per jaar op de broedplaatsen tegen. De albatrosman en de vrouw die hebben een heel paringsritueel daaromheen. En als je ook de innige ontmoetingsmomenten ziet, het lijkt wel all you need is love. Nou, is dat nou geen echte ware liefde als je elkaar dus zo lang niet gezien hebt? Geweldige beelden. Ziet er ook heel monogaam uit, hè? Zo'n monogame diersoort. Ja, monogamiteit is trouwens, komt best wel redelijk vaak voor. Ook in het dierenrijk. Knobbelzwanen, sommige ara's, roofvogels. Als we naar de zoogdieren kijken, prairiemuizen. En er zijn wat apensoorten en dat soort dingen. Ja, net zo monogaam als mensen. Dat is niet 100% in het dierenrijk. Nee, er komt namelijk schering en inslag, komt er overspel voor in het dierenrijk. Heel dicht bij huis kunt u dat misschien dagelijks wel zien. En dat is met het hegemusje. En het hegemusje, dat komt gewoon in uw tuin voor. Het is een heel lief, klein, bescheiden musje. Misschien heeft u hem wel eens gezien, maar hij is zo bescheiden dat je hem niet altijd ziet. Het is een monogame soort. En die monogame soort, daar is met name de vrouw, is regelmatig even op pad. En dan gaat ze even vreemd bij de buurman. Mannetje is daaraan gewend, heeft daar ook een bepaalde strategie voor gevonden. Want als hij haar een paar minuten, half uurtje uit het oog verloren heeft, dan inspecteert hij haar, dan moet ze even buigen voor hem en dan kijkt hij of zij het zaad van de buurman nog in heeft. En als dat zo is, dan tikt hij dat eventjes uit haar cloaca, dat is de geslachtsingang van vogels. En dan vervolgens gaan ze vrolijk samen weer verder als monogaam paar. Dat overspel, dat is echt schering en inslag, ook bij monogame paren. Nou, dan kan ik me voorstellen dat u denkt van, oh, verliefdheid bij dieren. Ach, bij die dieren draait het ook gewoon om de seks. En ja, daar zou ik inderdaad een antwoord op kunnen geven met een hele grote ja. Want er komen namelijk dezelfde genotstofjes vrij bij dieren als ze inderdaad met elkaar paren. Dat kan op lange momenten, kan op korte momenten. Ook in de natuur heb je ook van die supersnelle vluggetjes van enkele seconden. Kan je nauwelijks meer voorstellen dat daar genotstofjes vrijkomen. Maar ook endorfine en dopamine kunnen daarbij een rol spelen. Maar in het dierenrijk komen er trouwens ook paringsmomenten voor van urenlang. Schildpadden, neushoorns kunnen urenlang seks hebben met elkaar. Zie ik daar nou mannen heel erg jaloers kijken? Zou zomaar kunnen. Ik ga nog een keer naar dezelfde vraag. Verliefdheid. Draait het allemaal om de seks? Daarnet zei ik ja. En nu zeg ik nee. Nee, want overspel, daar hadden we het over, heeft namelijk ook een functie. Het is niet alleen de seks alleen. Dat overspel heeft een functie rondom de beste genen verkrijgen. En dat is met name is dat voor vrouwen is dat heel erg belangrijk. Je hebt namelijk een strikt aantal eicellen. En die eicellen die moet je heel nuttig moet je die besteden. En die vrouw heeft nog een probleem. Niet alleen de beste genen, maar ook de beste zorg voor de jongen. En daar zit nou echt een heel vervelend dilemma voor de vrouw. Want namelijk, de beste genen zijn nou niet de beste vaders. En andersom, de beste vaders die zorgen voor jouw jongen, zijn niet de beste genen. Dus, hoe lost een vrouw dat op? Je gaat een monogame relatie aan met een goede vader. Vervolgens ga je af en toe bij de buurman, u raadt het al, de beste genen halen. En dan vervolgens hoop je maar dat je partner zo'n goede vader is, dat hij ook voor die nakomelingen verzorgt. Nou, en dat soort constructen komen veelvuldig voor in het dierenrijk. Rondom overspel.
en seks. We gaan een klein stukje verder. Want ja, die vrouwen, ik zei het al, die zijn uitermate kieskeurig. Die hebben heel wat te verliezen. Als je in het dierenrijk kijkt, dan zie je eigenlijk dat alle broedzorg, alle nestzorg, is allemaal voor de vrouwen. Zij moeten daar heel veel energie in steken. Nog een stapje verder. Heel veel risico natuurlijk. De zwangerschap, de bevalling. Dus daarom zijn vrouwen heel erg kieskeurig. En dat heeft in het dierenrijk tot hele absurde situaties geleid, die kieskeurigheid van de vrouwen. Want wat gaan die vrouwen doen? Die moeten weten in het kiezen van hun partner hoe krachtig en hoe sterk die partner is. En u zit al een poosje, zit u naar dit model te kijken. Ja, dit is een prielvogelnest. Er zijn ongeveer 20 prielvogelsoorten, of soorten. En een van die soorten, de bruine tijniervogel, die maakt van die enorme nesten. Nesten, dat zeg ik eigenlijk verkeerd, want het is helemaal geen nest. Dit is geen nest waar de eieren in gelegd worden of de jongen in grootgebracht worden. Nee, dit zijn bouwsels die mannen maken voor vrouwen. En vrouwen die komen die nesten inspecteren en die kijken daarin, soms urenlang. Ze kijken hoeveel eten erin ligt, ze kijken hoe mooi het versierd is met bloemen. Ze kijken ook zelfs naar de symmetrie van de nesten. En als dat goed is, dan willen ze wel eens paren. Ik heb hier een paradijsvogeltje meegenomen. Een lief klein paradijsvogeltje. En de paradijsvogels die staan bekend om enorme lange staarten. En ik heb hier ook wat staarten meegenomen om nog iets langer te maken. Nou, en dat is voor etologen is dat echt etologenvoer. Want ja, dit is zo bizar dat je zo'n gigantische lange staart krijgt in de natuur. Want als je zo'n lange staart hebt, ben je ook wel heel erg zwak. Namelijk op het moment dat een predator, een roofdier aankomt, ja, zou het zomaar kunnen dat je de pineut bent. Dus ja, dat is helemaal niet handig, zo'n staart. Dus waarom bestaat dat? En dat bleek dus die partnerselectie te zijn van de vrouwen. En dat hebben ze uitgezocht. En ik zal eventjes een klein experimentje laten zien. Die paradijsvogel. En dat is echt een experiment uit een boek, wat je in elk etologenboek ziet hoor. Die paradijsvogel, die heeft hele lange staarten. En waarom is dat? Nou, één onderzoeker die ging hiermee aan de slag en die had drie groepen met mannen met even lange staarten, had hij bij elkaar gezegd. Nou, die staarten werden allemaal even gelijk geprefereerd door de vrouwen. Dus de vrouwen vonden al die mannen even attractief. Toen ging die onderzoeker, die ging aan de slag, die ging deze staarten manipuleren. En die onderzoeker, die deed bij één groep vogels, deed hij gewoon een klein stukje eraf halen van een schaar. Of ik scheur het hier nu. En één klein stukje, dat plakte hij bij één groep erbij. Dus dan kreeg hij een groep met een hele lange staart. Een andere groep mannen, dat was gewoon de natuurlijke vorm staarten. En dan had hij nog een groepje mannen. Nou, dat was die van die afgeknipte staart. Nou, nu een heel klein piepklein staartje had hij over. Nou, en toen lieten ze de vrouwen lieten ze kiezen. En wat deden die vrouwen? Nou, deze, die was helemaal niet meer interessant. Daar gaan we niet meer naar kijken. Nee, het was deze. Die wilden ze hebben. En deze, gewoon het natuurlijke model, was ook niet meer interessant. Dus nou, op dit moment, ja, dan krijg je dit soort fraaie dingen natuurlijk van enorme lange staarten door selectie van vrouwen. Hoe functioneel zijn vrouwen? Liefde? Ik weet het niet. Pure functionaliteit. Maar hoe zit het nou met die echte liefde? Kunnen dieren verliefd worden? Een beetje wel en een beetje niet. Op het emotionele vlak moet ik een heel klein beetje op de vlakte blijven. Want ja, we kunnen niet echt met zekerheid zeggen dat zo'n complex iets als verliefdheid ook bij dieren op eenzelfde manier beleefd wordt. Maar er zijn best wel heel veel overeenkomsten met elkaar. Dezelfde stofjes die vrijkomen. We hebben sociale banden. We hebben de partnerkeuzes, alhoewel die wel heel erg functioneel lijken te zijn. Maar dan wil ik toch wel eens een keertje terugkomen naar de mensen. Want wij blijken namelijk ook superfunctioneel soms in de partnerselectie te zijn. En ik zou eigenlijk een hele leuke boodschap aan u mee willen geven waar u thuis over na kan denken. Namelijk, ja, ik sta hier de vraag te beantwoorden van, lijken dieren nou op mensen? We kunnen misschien ook wel eens denken, lijken wij mensen niet een beetje
op dieren. Misschien wel iets meer dan wij eigenlijk vermoeden. Wilt u meer weten over het thema liefde? Kijk dan ook naar een van de andere colleges van de Universiteit.